voordat ik jullie verklap hoe ik 60 dagen meer vrij ben dan jij, en daarbij ook nog werk aan mijn geestelijke gezondheid, wil ik jullie vragen of jullie deze persoon herkennen. De wekker gaat. Deze persoon pakt zijn telefoon en kijkt gelijk even op nu.nl en Twitter of hij nog iets gemist heeft. Daarna komt hij aan in de woonkamer. Lampen gaan aan, radio 1 gaat aan en de dag is begonnen. Tijdens het ontbijt wordt Twitter nog even doorgespit om te kijken of er nog een mening is over de late night show van de avond ervoor. Alle onderwerpen die deze persoon deze ochtend tegenkomt, komt hij eigenlijk al heel de week tegen. Er wordt een boterham gesmeerd, de kinderwagen wordt klaargezet en gelijk wordt er even een zoektocht gedaan naar oortjes. Waar lagen die ook alweer? Wel zo fijn die oortjes. Tijdens het slapen van de baby in de kinderwagen kan deze persoon dan die politieke podcast luisteren. Dit als voorbereiding op het vragenuurtje van de Tweede Kamer die om 2 uur wordt uitgezonden. Ik vroeg jullie of jullie deze persoon kenden. Ik ken deze persoon. Ik schrok ervan toen ik in weerspiegeling van de winkel mezelf zag met oordopjes in achter een kinderwagen. Ik ben deze persoon. Nou ja, was. Dit was een gemiddelde papa-dag voor mij. Maar ook mijn werkdagen zaten vol met dit soort momenten dat ik op zoek was naar nieuws. Nieuws is toch belangrijk en als je nieuws kijkt dan ben je up-to-date. Maar is dat nou echt zo? Voel ik mij nou echt beter als ik van alles iets afweet? Ben ik nou echt beter op de hoogte als ik heel de dag nieuws zie of hoor? Kies ik ervoor welk nieuws ik krijg? Kan ik beter functioneren als vader, als vriend, als docent, kortom als mens? Jullie voelen het misschien wel aankomen. Op alle vragen moest ik nee antwoorden. Ik was dan wel op de hoogte van alles wat er op de wereld gebeurde, maar ik voelde me niet beter. Sterker nog, de meeste nieuwsfeitjes waren allemaal negatief. Daarnaast liggen deze onderwerpen ver buiten mijn cirkel van invloed. En hebben ze ook geen invloed op mijn omgeving. Toch voelde ik de spanning over deze onderwerpen. Maar ik kon er niks aan veranderen. Door op nu.nl, Twitter of Instagram te kijken, kwam ik van het ene onderwerp op het andere onderwerp uit. Ik koos er niet echt voor. Waarom ben ik met voeding en sport wel bezig met lichamelijke gezondheid, maar stel ik mijn geestelijke gezondheid zo op de proef? Ik ben de uitdaging van een nieuwsdieet aangegaan. Ik verwijderde Twitter, Instagram, nu.nl en ook de radio en tv werd niet meer afgestemd op de actualiteitenprogramma's. De eerste week was heel makkelijk. Het was wel een kick om lekker en niet meer bezig te zijn. Het werd lastiger de weken daarna. Ik was namelijk gewend om me altijd te laten onderdompelen in allerlei nieuwsfeitjes. En er waren toch wel wat nieuwsfeitjes die ik nu aan het missen ben. Ik moest even volhouden. Ik moest vertrouwen op dat als ik echt iets zou missen, dat ik het dan wel zou horen. Het bleek helemaal niet zo moeilijk te zijn. Op uw niveau niet op de hoogte zijn van het nieuws is eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Sterker nog, ik ging me steeds beter voelen. Ik had veel meer ruimte en tijd om nou echt eens te verdiepen in de onderwerpen die ik zelf wilde kiezen. Na een aantal weken bleek dat een aantal apps mijn afwezigheid hadden opgemerkt. Ze begonnen me mailtjes te sturen over meldingen die ik had gemist. Wat bleek dus, het nieuws had mij nodig. Maar ik hen niet. Ik ben van 4 uur schermtijd op actualiteiten-apps naar 0 uur schermtijd gegaan. 4 uur per dag, keer 7 dagen in de week, is 28 uur. Als je dat op jaarbasis bekijkt, ben ik dus 60 dagen meer vrij dan jij. Ik daag jou uit om het ook eens te doen. Haal al die actualiteiten-apps maar eens van je telefoon en kijk eens na een week wat je nou echt gemist hebt. Je zal merken dat je eigenlijk niet dommer bent geworden, maar je hebt meer tijd gehad om je te verdiepen in de onderwerpen die jij belangrijk vindt, op het moment dat jij dat wil. Dus niet meer in de loop zitten van allerlei nieuwsfeitjes die voorbij komen, maar zelf kiezen voor wat jij interessant vindt en waar jij je in wil verdiepen. En daarmee werken aan je eigen mentale gezondheid. Dat wil jij toch ook?